welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over allemaal make-up die super overhyped is. Die je vast overal hebt gezien. Die heel veel mensen geweldig vinden. Behalve ik. Ik ga het vandaag hebben over alle overhyped make-up die ik persoonlijk helemaal niks vind. Ze passen niet bij mij. Of ik vind de kwaliteit niet goed. De kleuren zijn misschien niet goed. Er is gewoon met al deze producten wel iets waarvan ik denk... Not worth the hype. Gewoon niet de hype waard. Grote disclaimer, want er zijn altijd mensen die beledigd zijn door dit soort video's. Als jij iets hebt van al deze make-up, als je een product hebt of meerdere waarvan jij denkt, ik vind deze echt geweldig. Dat is echt helemaal top voor jou. Ik vind het heel fijn als het voor andere mensen wel werkt. Maar dit is echt mijn mening en op mijn huid. Staat het gewoon echt niet mooi. Dus raak vooral niet beledigd of wat dan ook. Je mag altijd je mening laten weten hier beneden in de comments. Als het wel werkt voor jou, let me know. Let us all know. Laat het aan ons allemaal weten. En ook hoe je het gebruikt. Misschien dat ik het niet goed doe of weet ik veel. Laat het gewoon weten. Maar dit is dus alle make-up die mij persoonlijk gewoon niet staat. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel door met de video. Als je by the way benieuwd bent naar deze make-up look. Deze make-up look heb ik gemaakt in de W7 Life's a Beach. Of Beach Life of iets. Die collectie heb ik getest. Dus ga even naar die video als je deze look wilt zien. Nou, we gaan beginnen. Ik heb alle make-up hier liggen. Er is er maar eentje die ik niet heb, die ik wel had, maar die ik per ongeluk heb weggegooid. Ik was dus vergeten dat ik die nog moest hebben voor deze video. Maar ik ga even hier een plaatje neerzetten van deze mascara. En zoals je al wel kunt zien is dit de L'Oreal Paradise mascara. Ik vind het zo kuiten dat ik hem heb weggegooid, want ik wil het echt laten zien. Want je kon het helemaal zien aan mijn mascara. Deze mascara vindt iedereen geweldig, behalve ik. Hij is te dik. Te klonterig. Het is echt belachelijk. Je kon ook helemaal zien dat heel die mascara-wand helemaal zwart en dik was geworden. En ik had hem misschien 3 keer gebruikt. En ik dacht echt bij mijn eigen... Is dit nou die mascara die iedereen zo geweldig vond? Voor mij was hij echt vreselijk. Way too dik. Nee. Nee. Ik kreeg echt helemaal van die spinnenwebwimpers. Nee, ik vond hem gewoon echt niet goed, helaas. Oké, het tweede make-upje waar ik het over ga hebben is een concealer die ook heel veel mensen topje vinden. En dat is de Maybelline Age Rewind Concealer. Ik heb hem in de kleur... Welke kleur is dit? Light. Waarom vind ik deze niet zo fijn? Ten eerste vind ik de dekking niet wowy. Ik hou echt van een volledige dekking. Dat is misschien ook een beetje gewoon persoonlijke voorkeur. Deze is meer een medium dekking. En ik weet niet, als ik hem opdoe is hij zo patchy onder mijn ogen. Op ene plek plakt hij meer dan op de andere plekken. En gewoon mijn gezicht wordt gewoon niet mooi zoals hij normaal gewoon wordt. En het is gewoon anders. Met deze, ja, het... Ik weet nooit hoe ik dingen goed moet uitleggen. Het is gewoon niet mooi egaal zoals ik het altijd wil hebben. Vandaag heb ik de Catrice Liquid Camouflage Concealer op. Die is echt geweldig. Maakt het helemaal mooi smooth. Maar als ik deze opdoe, is dat gewoon totaal niet. Dus helaas werkt deze niet echt goed voor mij. Dus deze is voor mij een nee. Het volgende is een oogschaduwpaletje. Ik heb hier een video over gemaakt. Dus iedereen die die video heeft gezien weet al wat ik hiervan vind. En dat is de Huda Beauty Rose Gold Remastered Palette. Deze is super opgehyped. Vooral op Instagram en zo. Echt, deze zag je overal voorbij komen. Zoals je kunt zien heb ik er al heel veel mee gespeeld. Ik heb 2 looks ermee gemaakt. Ze staan allebei op mijn Instagram. Zijn hele mooie looks geworden. Maar... too much moeite. Dit is een paletje van €65. Over de matte kleuren heb ik niks te klagen. Ze zijn echt uitmuntend. Ze zijn echt geweldig. Ik heb moeite met de glitterkleuren. Je moet ze echt aanbrengen met je vinger. Als je het met je vinger doet, zijn ze echt heel mooi en heel gepigmenteerd. Dus je moet ze echt met je vinger aanbrengen. Niet met de kwast. Als je met de kwast aanbrengt, er gebeurt helemaal niks. Dat heb ik dus ook gedaan. Maar ik hou niet van met vinger aanbrengen. Omdat het dan gewoon niet mooi secuur wordt aangebracht. En ik vind van een paletje van €65 dat die ook gewoon met een kwast goed moet aanbrengen. En ja, en ik was echt gewoon niet impressed. Ik vind ze gewoon niet, ja, niet heftig genoeg, niet mooi genoeg. Helemaal niet voor die prijs en voor die hype verwachtte ik wel echt meer. Dus ik was echt heel erg teleurgesteld. Wat mij eigenlijk nog meer heeft teleurgesteld, waar ik het niet over heb gehad in die video, is hoe Huda Beauty dit heeft aangepakt. Want dit is dus de remastered. Dit is dus de betere variant van hun andere Rose Gold palet. De kleuren zijn echt identiek, volgens mij. Tenminste, ze lijken super veel op elkaar. Alleen is hoe ze de glitterkleuren hebben gemaakt, is anders. Die andere was meer poederig en deze zijn iets meer creamy. Dus daarom heet hij ook remastered. Dus het had de betere variant moeten zijn.
Waar ik een beetje mee zit is dat dus die andere is dus, die wordt niet meer verkocht. Of ja, de laatste worden misschien nog verkocht, maar die wordt niet meer gemaakt. Die is gewoon helemaal klaar. En Huda Beauty had, voordat ze iets had verteld over deze, had ze echt gepusht op dat andere paletje van iedereen koopt dit paletje, want hij gaat weg en straks is hij er niet meer. En dit en dat. Dus iedereen is allemaal massaal dat paletje gaan kopen. En een paar weken later komt ze met dit. Komt ze dus met de verbeterde versie van dat paletje. En dan denk ik bij mijn eigen, waarom push je je klanten zo om dan zoveel geld uit te geven aan dat paletje als je al weet in je hoofd dat er een beter paletje komt. En dan snap je ook wel dat mensen dan deze willen. Ja, ik vind dat een beetje krom. Ja, had dan op zijn minst verteld dat deze kwam en dan hadden mensen nog kunnen kijken van oké, ga ik dat bedrag nog besteden aan het paletje dat weggaat of wil ik gewoon meteen dit paletje? Ja, ik vind dat een beetje, ja, ik vind dat wel echt minder dat ze dat zo heeft aangepakt. Dus MAC Plus. Iedereen kent MAC Plus, is geweldig. Ik vind hem ook geweldig. Nou kwam MAC uit met een aantal varianten van MAC Plus, waaronder de MAC Plus Matte. Dit is echt een faal. Ik gebruik altijd MAC Plus. Ik had hem toen ook gekocht in Rose, dus met de Rose geur. Die is meer roze, die is ook echt geweldig. Maar deze matte variant, ten eerste maakt hij niet mat. Dus ja, goed. Tenminste, niet genoeg. Ik zie niet echt verschil of zo. En ten tweede, deze moet je super goed schudden. Je moet echt een minuut schudden. Want als je deze niet genoeg schudt, je kunt ook hier zien. Zie je al die puntjes allemaal? Deze komen over je hele gezicht. En dat is niet mooi. Ik had toen een hele heftige look gemaakt met helemaal blauw en zo. Ik zal ook even die foto hier plaatsen. Je kunt ook op die foto zien dat er allemaal van die witte puntjes zijn. Ik heb het een beetje weggeprobeerd te halen. Maar echt, mijn hele gezicht zat onder die witte puntjes. Als je echt gewoon heel lang schudt, dan is dat niet. Maar ja, het kost me echt moeite om elke keer een minuut te lopen schudden. Terwijl met die andere is dat gewoon veel beter. Dus ik zou gewoon de normale MAC Plus halen en niet de matte versie echt. Deze is echt overhyped. Voor niks. De volgende is de Beauty Bakery Translucent Powder. Deze had ik gekocht en ik vond hem echt, in het begin vond ik hem echt top. Hij was super mooi, hij maakte het heel smooth. Maar na een aantal keren hem te hebben gebruikt, begon ik te zien dat hij hier onder mijn oog, echt vlak onder de wimperrand, bleef hij te wit. Het ging er niet af en het bleef daar zo plakken, waardoor ook op foto's kon je echt zo een witte rand helemaal hier zien. En ja. Deze is 25 euro, tenminste iets rond dat bedrag. Dat is best wel duur, al krijg je wel echt heel veel. Dus ik weet niet, in het begin vond ik hem echt toppie, maar na een aantal keer nee. Beauty Bakery is een heel mooi merk. Ik vind al deze merken echt top. Het zijn gewoon deze producten die ik minder vind. Deze was ook echt heel erg hyped up. En ja, helaas werkt hij na een tijdje gewoon niet meer voor mij. Nou, het volgende lipproduct was ook super overhyped. Vooral toen hij net uitkwam. En dat is de NYX Lingerie. Tenminste, de lip lingerie. Want je hebt ook een NYX oog lingerie. En deze is voor de lippen. Deze kwam echt uit in de tijd dat iedereen hield van nude kleurtjes. Van dit soort kleurtjes. En ze kwamen toen uit met iets van 10 van dit soort kleuren. Dit is de kleur 4. Hele mooie kleur, by the way. Dus deze kwam echt op het perfecte moment uit. Toen er echt een hype was. Dus toen werd deze ook echt helemaal een hype. Super mooie nude kleurtjes. Mijn probleem met deze is dat hij super erg uitdroogt. Mijn lippen zijn al vrij droog. Dus ik hou er al sowieso niet van. Maar als ik deze opdoe, je kunt echt elke streep op mijn lip zien. Het is echt een bende. Ik vind deze echt niks. Hij is te droog. Ik vind de kleur ook prachtig. Dus ik vind het super jammer dat hij gewoon te droog is. Maar deze doe ik ook niet meer op. En het ligt ook echt in de kast daarachter. Waar alle spullen liggen die ik niet vaak gebruik. Nog iets wat super overhyped is, maar gewoon niet zo mijn ding is, is de Pro Concealers van LA Girl. Ik heb hier de kleur Orange Corrector en de kleur Creamy Beige. Dit is by the way niet mijn kleur, wil ik wel even erbij zeggen. Ik heb een aantal van deze geprobeerd. Ik heb hem ook in bruin om mee te contouren. I don't get the hype. Ik vind ze helemaal niet zo goed. Misschien ligt het aan mij, I don't know. Ik vind ze niet mooi dekken, ik vind ze niet mooi smooth maken. Ik weet niet, echt really, I don't get the hype. Ik heb er ook mee gecontourd. Het werd echt een bende. Het werd echt zo'n bruine vlek op mijn gezicht. Het blende totaal niet mee. Nee, sorry. Ik weet niet, ja. Ik ben heel blij dat het misschien wel voor anderen werkt. Maar voor mij was het gewoon echt een flop. En dat vind ik heel jammer, want deze zijn super betaalbaar. En ik hou van betaalbaar. Dus ja, maar ja. Helaas. Iets wat ook super hyped is tot de dag van vandaag. Iedereen vindt het nog steeds geweldig en een van de beste highlighters. En dat is de Balm Mary Lou Highlighter. Ja, ik weet niet. Dit werkt niet op mijn gezicht. Mensen, dit werkt gewoon niet op mijn gezicht.
Kijk, ik heb me ook hier nou geswatcht op mijn hand. Je kunt hem ook niet echt heel goed zien. Ik weet niet wat iedereen er zo geweldig aan vindt. Kijk, ik heb hem hier weer geswatcht. Ik vind hem niet heftig. Ik vind de kleur oprecht mooi. Ik vind hem alleen niet heftig genoeg. Ik vind hem niet mooi inblenden met mijn huid. Het is ook alsof je een beetje grijzig wordt op mijn huid. Dit is ook gewoon echt niet mijn kleur. Hij ligt gewoon niet mooi op de huid. Ik vind het gewoon niet er mooi op liggen. Je kunt echt zo een streep zien en... Ja, het is gewoon... En het glans niet echt. Het is een beetje mat glans of zo. Ja, I don't know. Maar deze is 20 euro. Niet mijn geld waard. Ik vind deze gewoon... Ja, deze werkt niet voor mij, helaas. Welke highlighter ook niet werkt voor mij. En deze is ook echt een big hype. Is de Maybelline Master Chrome Highlighter. Ik kijk altijd naar Tati op YouTube. Zij vindt deze echt geweldig. Ik helaas niet. Kijk, ik vind hem wel mooi swatchen. Dit is die van de Balm en dit is die van Maybelline. Je kunt echt het verschil zien. Deze is echt veel mooier. Maar hij ligt niet mooi op de huid. Hij is gewoon super grof op de huid. Het is niet mooi. Het is niet zo'n mooie glow op je huid. Je kunt gewoon echt stukken zien zitten. Maar ik moet wel echt zeggen, ik heb deze echt al in een aantal YouTube video's gezien. En dan met name Amerikaanse, want ik kijk bijna alleen maar naar Amerikaanse. En bij hun is je oprecht echt mooi. Want ik zie ze het gewoon opdoen en het is gewoon super mooi. En toen haalde ik hem en toen deed ik hem op. En ik dacht echt bij mijn eigen... Dus ik weet niet, ik heb een beetje het gevoel dat of ik heb een slechte gehad, of gewoon die in Amerika zijn gewoon oprecht beter ofzo. En die ze naar hier hebben gestuurd, zijn gewoon minder in kwaliteit. Want dat heb je wel eens, hè. Er zijn wel eens make-up producten waarvan er 100 worden gemaakt. En dan zijn er gewoon 10 slecht ofzo. En ik denk dat ik gewoon een van die 10 heb gehad ofzo. Want bij anderen vind ik het oprecht mooi. Maar ja, bij mij gewoon helaas niet. Dus ik hoop dat ik gewoon een slecht heb gehad. Want dan is het gewoon dat. I don't know. Nou, en dan als laatste. Dit is geen make-upje, maar dit is een make-up spons. En dit is de Real Techniques spons. Ik zeg altijd, er is niks beters dan de echte beauty blender. De originele beauty blender. Er is geen betere spons, in mijn mening, dan de originele beauty blender. Die is wel super duur, 20 euro. Mensen zijn heel vaak op zoek gegaan naar dupes van de echte beauty blender. En die mensen het beste vinden is deze van Real Techniques. Dus ik dacht, ik haal deze. Want deze is een stuk goedkoper. Volgens mij is het rond de 5, 6 euro. En de beauty blender is 20 euro. Dus ik dacht, als deze ook zo goed is, dan haal ik gewoon deze. Maar nee, ik heb hem ook nat gemaakt. Hij is veel te hard. Ik vind hem helemaal niet fijn. Ik snap niet waarom iedereen deze zo fijn vindt. Hij is niet eens zacht. Ik vind het altijd heel belangrijk dat het super zacht is. Een harde spons kan ik echt niks mee. Ik vind deze gewoon echt te hard. Ik verwachtte echt een iets meer zachte ofzo. Dit was zo'n hype. En iedereen zei allemaal, ja, de Real Techniques spons. Dat ik echt verwachtte dat dit echt een goede spons zou zijn. Ook zo lekker zacht. Net als de Beauty Blender. Maar dat is het gewoon totaal niet. Ik heb deze spons nou echt al... 3/4 jaar of zo. Hij is ook nog gewoon helemaal schoon. Omdat ik hem echt gewoon niet meer gebruik. Ik heb hem misschien 2 keer gebruikt. Ik gebruikte hem ook een tijd om mee te baken hieronder. Omdat dit fijn is om mee te baken. Daarvoor vond ik hem wel fijn. Maar ik vind deze echt geen dupe voor de beauty blender. Gewoon echt niet. Hij komt niet eens in de buurt. Dus I don't get it. Maar ik ben nog steeds op zoek naar een goede dupe van de beauty blender. Dus als iemand een andere dupe weet... Van een spons die wel zo zacht is. Of op zijn minst in de buurt komt. Let me know beneden in de comments. Nou, dit was het dan. Dit is alle make-up die super, super hyped up was en overhyped was. Die ik gewoon niks vind. Ik vind deze make-upjes gewoon helemaal niks. Ik vind ze niet de hype waard. Ik heb genoeg make-up hier die ook hyped waren, die het zeker waard zijn. Zoals de Benefit Hoola Bronzer. Geweldig. Catrice Concealer. Geweldig. En nogmaals, ik vind de make-up merken top. Van alle make-up merken die ik vandaag heb opgenoemd, heb ik nog meer make-up die ik gewoon geweldig vind. Het zijn echt gewoon puur deze make-up producten. Die gewoon niet werken op mijn huid. En gewoon niet werken voor mij, helaas. Want ik ben altijd op zoek naar goede make-up. Dus slechte make-up is niet wat ik wil. Maar ja, als je zoveel make-up hebt als ik. En zoveel make-up koopt en krijgt als ik. Dan zitten er gewoon altijd een aantal bij die gewoon niet werken voor je huid. Iedereen heeft een andere huid. Dus bij iedereen zal iets beter matchen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!